Leden van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO stellen de regering tot donderdag 5 januari in de gelegenheid om hun subsidiegelden te storten. De gebelligde bushouders wachten al 6 maanden op de uitbetaling. Tijdens een vergadering bij het kantoor van PLO hebben de leden hun misnoegen geuit. De voorzitter van de PLO, John Mahadeo Singh, heeft in een gesprek met onze nieuwsdienst aangegeven dat hij gisteren een onderhoud heeft gehad met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Andy Rusland, over deze situatie. Hij gaat zijn best doen om dat geld al nu overgemaakt te hebben. En hij dacht juist dat het geld al overgemaakt is, maar het schijnt dat er een misverstand is ergens. Wie, bij wie, ik weet het niet. Maar nog steeds hebben we geen geld op de rekening. Kunnen jullie afgaan van wat hij zegt? Kijk, je gaat vanuit dat het je vakministerie is en dat hij dus zijn best gaat doen dat het geld overgemaakt wordt. Dus ik ga vanuit dat hij dus dan werkelijk zijn best moet doen of heeft gedaan. Ik weet het niet, maar ik denk dat hij weet waarover hij praat. De bushouders komen donderdag in een algemene ledenvergadering bijeen om de verder te nemen stappen te bespreken. Het gaat in totaal om 1200 bushouders die subsidiegelden van de overheid moeten ontvangen. Dat als het aan de bushouders lag, dat ze al vandaag alles plat zouden lam leggen. Maar we hebben gevraagd om niet zo radicaal te zijn, dat we dus toch als mens dat we de gelegenheid geven aan de mensen om het geld over te maken. Aldus de voorzitter van de PLO, John Mahadeo Singh. De bushouders zijn niet te spreken over het feit dat hun subsidiegelden niet gestort zijn. Het gaat om de compensatie die ze krijgen op diesel.